In de pilot Mobility Data Insights worden door de auto gegenereerde data uitgewisseld tussen BMW en de gemeente Rotterdam. Dit is de eerste keer dat een stad en een autofabrikant op deze manier gegevens uitwisselen. De auto bevat veel sensoren die worden gebruikt om het auto veilig en comfortabel te laten rijden. Als je die gegevens goed interpreteert, dan kunnen ze ook een beeld geven van de plaatselijke omstandigheden. Denk aan verkeerssituaties en de staat van de infrastructuur. De uitwisseling heeft geen commercieel perspectief, maar een strategisch doel. Hoe kan mobiliteitsdata bijdragen om steden veiliger, leefbaarder en duurzamer te maken? De data die bijvoorbeeld hier op het Hofplein wordt gegenereerd, kan in de toekomst goed van pas komen bij herinrichtingen van pleinen zoals deze. Aanvankelijk onderzoeken we de gegevens die betrekking hebben op verkeersdrempels, wrijving, oneffenheden op de weg en breukgegevens. Naarmate de pilot vordert, verkennen we nieuwe situaties. Denk aan harde remacties. Aan de kant van Rotterdam is de afdeling wegenonderhoud nauw betrokken, want die hadden nog maar beperkte beschikkingen over dynamische voertuigdata. De data uit BMW-modellen zou bijvoorbeeld kunnen aantonen waar gevaarlijke bochten zijn en waar de weg onderhoud verdient.